Voordat ik de startblok inga, dan ja, kom ik in een bepaalde ja, trance, zou je het kunnen zeggen. En nou ja, dan, als er wordt gezegd op uw plaatsen, dan loop ik naar het blok toe en dan kijk ik nog vooruit naar de hordes. En visualiseer ik hoe ik over de hordes heen ga. En pas als ik echt in het blok zit en ik zit helemaal klaar, dan is de focus alleen maar op de starter en op het startschot en op wat ik moet doen. Tijdens de race hoor ik eigenlijk nooit wat, behalve mijn coach Michel, die hoor ik wel tijdens de race, hoor ik die schreeuwen. Ik heb Asperger op snelheid, dus ik heb een snelle aanloop. Ik begin met een stuk frontaal, dat je gewoon rechtdoor rent. En daarna ga je naar het zijwaarts. En dan heb je frequentie te maken in mijn passen, dus snel bewegen. En dan een kort blok, dat is eigenlijk dat je been die je zeg maar vooraan zet met het blokken. Nou, die zet je zo snel mogelijk neer. En dan komt als het goed is je arm en schouder komen eroverheen. En dan komt de snelheid dus in de speer. Wat ik wel heb, en dat hebben heel weinig hordenlopers, is dat ik mijn passen tel. Dat is een, ja, voor mij een focuspunt en waar ik dan ook door kan versnellen tijdens de race. Je doet namelijk 3 passen ertussen, dus ik tel altijd de 1, 2, 3. Ja, het ritme van mijn passen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De techniek voor nodig, kracht, lenigheid, elasticiteit, eigenlijk heel veel en timing. Ik wist wel dat er een kansje was dat ik Nederlands kampioen kon worden als Lisanne Schol de favoriete, wat naar een steekje liet liggen eigenlijk. Ik moest gewoon vroeg in de wedstrijd een verre worp maken zodat zij onder druk kwam te staan en dat gebeurde ook. Als die speer bijvoorbeeld loslaat, en je ziet dat hij ver vliegt en dan zie je hem landen en gewoon het publiek dat dan gaat juichen, dat is wel echt heel gaaf. Ik had in principe op het Nederlands kampioenschap had ik de limiet gelopen voor het Europese kampioenschap. Maar helaas was er te veel wind. 2.0 is toegestaan en ik had 3.5, dus dat was wel te veel. Maar ik kreeg inderdaad begin deze week kreeg ik bericht dat ik toch mag starten, omdat ze nou ja, een talent en potentie in mij zien en denken dat ik daar goed kan presteren. Ik heb bij vorig jaar tijdens de Europese kampioenschappen om 23 jaar wel echt boven mezelf uitgestegen, dus dat was ook op een kampioenschap. En, dus ik hoop dat ik dat bij het Europese kampioenschap ook kan doen, dat ik daar een tijd onder de 13 seconden loop, onder 12.90, want dan zou ik ook mee mogen naar Rio. Ik vind het lastig om droom te maken, want ik kijk wel per seizoen. Want als je bijvoorbeeld, nou ja, ik denk als je over 4 jaar gaat kijken, er kan van alles gebeuren natuurlijk in 4 jaar. Dus ik kijk liever per seizoen mijn doelen. Voor dit seizoen dus nog 2 keer in de oren. Durf je het niet of wil je het niet? Ik denk niet dat ik het durf. Nee. Want 4 jaar is natuurlijk wel een lange tijd. Dus ja, je kan zomaar blessures oplopen of iets. Dus ik denk dat het alleen maar teleurstellend is. Dus per seizoen vind ik het goed. Ja, dat is zeker een droom, ja. En eigenlijk een droom die misschien wel sneller werkelijkheid kan worden dan ik had gedacht. Tokio zit al een tijd in mijn hoofd en ja, Rio is misschien ook nog een mogelijkheid. Dus het zou zomaar eerder kunnen gebeuren dan ik had gedacht. Je zegt niet hardop, over 8 jaar word ik Olympisch kampioen. Nee. Nee, het is... Ja, iedereen wil graag op de... Natuurlijk wil ik graag op de Olympische Spelen staan. Maar ja, het is over 4 jaar pas. Of over 8 jaar. Dus we wachten gewoon rustig af. Gewoon doorgaan zoals het nu gaat. En dan komt het wel goed. Tijdens het Nederlands kampioenschap, toen ik zag in principe de tijd dat ik me gekwalificeerd had voor het Europese kampioenschap, heb ik de hele boel bij elkaar geschreeuwd. Dus als dat voor Rio, als ik me daarvoor zou kwalificeren, zou dat zeker wel... Zou ik zeker wel het hele stadion bij elkaar schreeuwen. Dan horen we het hier. Ja, dat denk ik wel.